Hallo iedereen, ik ben Laura en ik zou ooit graag ook zo'n boek willen schrijven. En ik heb dit stukje uit Dit is alles gekozen omdat ik dit toch wel een mooie inspiratie vind voor jonge schrijvers en schrijfsters. Dus ik ga nu lezen. Ik wil mijn eigen manier van schrijven ontdekken. Mijn eigen stijl. Ik weet dat ik nog niet zo ver ben, maar ik streef er wel naar. Ik wil zo schrijven dat ik het geschrevene ben. Dat wat ik schrijf mezelf is. Ik wil zo schrijven dat wat ik schrijf en hoe ik het schrijf mij uitdrukt. Schrijven is iets heel anders dan praten. Als je schrijft is er geen stem om naar te luisteren. Geen oogcontact. Geen mimiek en lichaamstaal om de woorden te ondersteunen. Onderbreken is niet mogelijk en vragen kunnen niet beantwoord worden. Ik vind het heerlijk als ik de woorden op een vel papier zie verschijnen. Ik voel ze als steentjes in mijn mond. Ik hoor ze als muziek in mijn hoofd. Als ik schrijf, zijn woorden als sculptuur in mijn handen. Er gaat niets boven woorden. Ik wil met ze leven, wil door ze leven. Ik wil leven omdat ik in de woorden wil leven, echt in ze bestaan. En ik wil iets met woorden scheppen. Ik wil met woorden de wereld vormen en hervormen.